Onverlaten zijn volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, bezig huishoudens te benaderen voor een of ander onderzoek dat samen met het ABS zou worden uitgevoerd. Het Statistiekbureau stelt dit in een vandaag uitgegeven persbericht. ABS-directeur Ivan Snow attendeert de samenleving erop dat er op dit moment geen enkel bijzonder onderzoek gaande is in samenwerking met een of andere organisatie. Het ABS is zoals gebruikelijk bezig met haar reguliere huishoudonderzoekingen, prijsopnames voor de consumentenprijsindex, bedrijvenenquêtes en bedrijvenregistraties. Het Statistiekbureau wijst erop dat zijn enquêteurs te herkennen zijn aan het grijs-blauwe uniform of een ABS-shirt met daarop duidelijk zichtbaar het ABS-logo. Ook hebben zij een duidelijk zichtbare badge met foto en naam van de houder, ABS-logo en handtekening van of namens de directeur van het ABS. Ook de vervoersmiddelen zijn voorzien van een duidelijk logo van het ABS. Het Statistiekbureau doet daarom een dringend beroep op een ieder om altijd alert en voorzichtig te zijn als zij worden benaderd voor het meewerken van een onderzoek. Bij eventuele twijfels over de echtheid van een onderzoek waarbij de naam van het ABS wordt genoemd, wordt gevraagd om contact te maken met de afdeling Public Relations and Information.